De 1200 deelnemers moeten 650 helse kilometers afleggen door de Zuid-Afrikaanse Westkaap. Bekend gebied voor Cape Epic-veteraan Rudy van Houts uit Kluis-Gestel, die sinds 2007 verknocht is aan deze zware mountainbike race. Ja, het is gewoon ook het avontuurlijke dat erbij komt. Een wedstrijd dat je samen eigenlijk met de liefhebbers samen rijdt en achteraf je verhalen deelt. Van Houts heeft afscheid genomen van Multivan Merida. Het duo Van Houts-José Hermida bestaat dus niet meer. De prof uit Luiks-Gerstel rijdt tegenwoordig voor het team van Bart Brentjens met een nieuwe partner, Hans Bekking. Ja, mijn vorige ploeggenoot was natuurlijk echt een wereldtopper in het cross-country gebeuren, vooral dan in de Olympische discipline. Maar Hans heeft over het algemeen een iets minder niveau, maar ik denk op marathon, zeker op zo'n lange afstand, is hij ook wel heel erg sterk. Dus we kunnen gewoon daar denk ik met de top 10 richting top 5 van het klassement gaan. Dus dat is niet veel minder als de afgelopen jaren. Van de profs naar de amateurs. In die categorie zien we een oude bekende. John van der Wouw uit Geffen deed 3 keer eerder mee en rijdt de 13e editie met Cape Epic-debutant Michael Govaerts uit Drunen naast zich. Dat zal gewoon een hele nieuwe ervaring worden. Maar door het kijken van heel veel videomateriaal op YouTube krijg je wel een hele goede indruk hoe dat de sfeer is binnen het hele Cape Epic gebeuren. En dat heb ik wel degelijk goed voorbereid. Ja, Michael is wel eigenlijk hetzelfde type persoon als ik. Gewoon lekker rustig en dat is ook belangrijk. En niet dat er een flinke jacht is en gestrest mee, dat werkt niet.